Daily Minutes nummer 1566 met een uitzending voor vandaag 5 maart 2019. Dit is de bulletin van dinsdag. Ik moet wel vaker improviseren, maar vandaag moet ik echt improviseren. Ik ben de hele dag al vrij druk, vanmiddag een paar keer op pad geweest en morgen wordt er wat onderhoud aan mijn huis gepleegd waarvoor ik vanavond nog een hoop spullen moet versjouwen. Ik schrijf voor vanavond daarom terug op een serie waar ik vorige week bij een herhaling van een aflevering van een jaar geleden al een keer een deel van herhaald heb. Dat ging toen over amateurtelevisie. Ik heb daar verschillende positieve reacties over ontvangen, dus waarschijnlijk doe ik die mensen daar in elk geval een plezier mee. Ik blijf hierna die serie wel herhalen, maar ik zal daarnaast op de meeste dagen ook nieuwe content maken. Alleen de dagen waarop het echt niet anders gaat, val ik terug op alleen de herhalingen. Vandaag heb ik daarnaast ook dezelfde data als gisteren, 4 SSTV-beelden, met tegelijkertijd het grootste deel van de tijd MFSK 64 bij 512 Hz. MFSK 64 bij 512 Hz. Daarvoor zitten twee andere modes. Die fragmenten zijn zeer kort. Volgens mij is dat 8 PSK 1000 en PSK 63R bij 10 carriers. Elk ook bij 512 Hz. Maar nogmaals, die fragmenten zijn een paar seconden. Het zou automatisch moeten schakelen, maar dat werkt niet. Waarschijnlijk door de aanwezigheid van het SSTV-signaal. Waarschijnlijk kun je dus het beste FLDigi direct op MFSK 64 bij 512 Hz zetten. Dus ja, notabene vanavond is er trouwens ook weer de D-Star-ronde. Repeatertechniek. In welke opzichten wijkt repeaterapparatuur af van een reguliere amateurapparaten? En welke extra dingen heb je nodig? Hoe zit dat met repeatercontrollers, duplexers en andere speciale apparatuur? Ik stop overigens niet met de serie over geheime elektronica. Het is daar echter zo dat ik me daarbij wat meer op de technische zaken wil concentreren. Dat lukt momenteel niet helemaal. Het zoeken naar die technische onderwerpen kost meer tijd. En het lukt me daardoor niet meer om er iedere dag een nieuwe aflevering voor te maken. Ik ga de afleveringen uit deze nieuwe serie dus waarschijnlijk afwisselend met die over geheime elektronica brengen. Deel 1 van de serie over repeatertechniek dus. Een van de belangrijke verschillen tussen een repeater en dan met name de zenders daaruit en reguliere amateurapparatuur is de zogenaamde duty cycle. Een zendontvanger voor regulier gebruik zal niet altijd op zender staan. Natuurlijk zijn er wel wat verschillen. Een zender thuis zal vast wel wat langer achter elkaar zenden dan een mobiel apparaat, zeker als er een tafelmicrofoon aan hangt. En zeker bij een portofoon zal die veel korter uitzenden, want je wilt doorgaans niet dat je al na twee lange doorgangen zonder stroom komt te zitten, tenzij je een rugzak vol met accu's bij je hebt. De warmtehuishouding van een regulier amateurapparaat is doorgaans gemaakt voor een duty cycle van ongeveer 20%. Dat wil zeggen dat er vanuit gegaan wordt dat de zender gemiddeld 20% van de tijd aan kan staan. Dat betekent dus dat wanneer je langer achter elkaar wilt zenden, dat je je zendvermogen zult moeten verlagen om oververhitting te voorkomen. Bakenzenders staan doorgaans 100% van de tijd in de lucht. Bij een repeater zal dat in de praktijk nooit helemaal zo zijn, maar een drukke repeater kan zomaar 12 tot 18 uur per dag in de lucht staan en je moet uitgaan van het ongunstigste geval. De zender kan bijvoorbeeld bij calamiteiten wel 100% van de tijd aan moeten staan. Dat het fout kan gaan kun je zien aan de problemen die meerdere System Fusion repeaters de afgelopen paar jaar hebben ondervonden. Fabrikanten van repeaters gebruiken voor hun repeaters tegenwoordig vaak mobiele apparaten die ze toch al verkopen. Dat zijn dus apparaten die eigenlijk berekend zijn op slechts 20% van de tijd zenden. Meestal wordt dan een combinatie van een lager zendvermogen en extra koeling gebruikt. Het blijkt dus niet in alle gevallen voldoende te zijn. Een artikel hierover kun je bijvoorbeeld lezen op www.hobbyscoop.nl. Een zender kan dus wel degelijk ongeschikt zijn voor 100% duty cycle. Sommige constructies, contactvlakken, warmtegeleidingen en afvoer zijn gewoon niet voldoende om zelfs de ruststroom van een eindtrap bij een lager zendvermogen gedurende 100% van de tijd te ondersteunen. Ik heb een keer getest met een zendontvanger voor 10 meter. Die zou 5 watt moeten leveren voor die toepassing en in zijn originele vorm leverde hij 35 watt. En er zat een koolplaat op met grote vinnen. Ik dacht dus, dat moet makkelijk kunnen. En als het toch te warm wordt, zet ik er wel een blowertje op. Op een dummy load heb ik zo een aantal testen gedaan en dat leek goed te gaan. Maar mijn neus gaf aan dat het toch leek alsof er ergens iets vrij warm werd. Voor de zekerheid de kast dus maar even opengeschroefd. En toen was de lucht van oververhitting des te duidelijker. Het bleek dat de drijver van de eindtrap, dat wil dus zeggen de transistor die net voor de laatste transistor zit, een stukje van de koelplaat verwijderd op de print zat, met alleen een klein stukje koelmetaal erop. Die drijver werd na een paar minuten meer dan gloeiend heet. Daarbij maakte het niet veel uit of de zender nu op hoog of op laag vermogen werkte. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 's ochtends herhaald.
Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechtsbovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De internetfaciliteiten en studiohardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl. Thank you.
naar retour.